Welkom bij Regio TV. Een ambtenaar in Zaanstad is van mening dat bejaarden zich niet meer een goed beeld kunnen vormen van de maatschappij om hen heen. Bejaarden in verzorgingshuizen mogen daarom niet meedoen aan de omnibus-enquête. Wijkbeheer Rosmolenbuurt is geïrriteerd. Omdat ik uit ervaring weet dat mensen op hoge leeftijd nog best positief denken over de maatschappij. En ook nog deelnemen aan de maatschappijvorming die we die hele te dagen nog plaatsvindt. In de bejaardenhuizen kun je niet bij iedereen een briefje in de bus gooien. Maar met medewerking van de directeur van een bejaardenhuis zijn bejaarden heel goed in staat. Veel bejaarden zijn daar in staat om een omnibus enquête in te vullen. Wat vinden senioren eigenlijk zelf van de stelling dat ze zich niet meer zo'n goed beeld kunnen vormen van de maatschappij? Dat wij ons niet in de hoek moeten laten drukken. En waarom vindt u dat? Omdat we denken dat we oud worden, dat we niet veel meer hebben te zeggen. En u bent nog steeds heel erg geïnteresseerd in wat er allemaal om u heen gebeurt? Ja, zeker. Ik kijk overal nog naar. En ik neem het nog op voor de oude mensen. Als je zelf iets niet weet, vraag het dan. Dus ik bedoel, dan blijf je in het leven. Als je naar zo'n doetje in een hoekje blijft, dan wordt het niks natuurlijk. Hè? De mensen kunnen zich nog best goed oriënteren. En dat vind ik zelf ook. Ik zit zelf in de bewonerscommissie en ik maak vele dingen mee. En ik doe het altijd met liefde. En de andere mensen die met mij meewerken, doen het ook altijd. En ik vind, wij kunnen dat nog best doen. Wijkbeheer Rosmolenbuurt heeft een goede suggestie voor de gemeente Zaanstad. Dit is een suggestie. Omnibus-enquête, kijk naar de bejaardenhuizen en ga daar anders mee om, zoals je in het verleden ermee om bent gegaan.